Gewapend met de benodigde apparatuur loop ik met Alois Sanders naar een veld waar heel, heel veel ganzen zitten. Zich totaal onbewust van het feit dat ze zo geteld gaan worden. Doesburger Alois is vogelspotter, vogelteller en vooral vogelliefhebber. Ja, het is een mooi plekje, Alois. Schitterend. Hè? Om vogels te spotten. Hoe lang doe je dat al? Nou, 20, 30 jaar al. Ja? Althans, ganzen tellen hier. Want dat is eigenlijk datgene wat we hier ieder jaar in het seizoen vanaf oktober tot en met maart. Dan zitten hier die ganzen en dan tellen dus we ze. Dus dit is het ganzentelseizoen? Dan gaan we aan de bak. Dus dan maken we een schema van mensen uit de vogelclub. Maar even de club, dat is de mussenclub waar we het over hebben. Ja, de mussenclub. Officieel heet het dan? De vogelwerkgroep van Stad en Ambt Doesburg. Ja, inderdaad. Doe maar chic. Maar door de week zeggen we gewoon mussenclub. De mussenclub? Ja. Om te beginnen. Waar zijn ze aan het doen? Ze vreten hier totdat ze de buik vol hebben. En tegen de avond taaien ze weer af. Dus ganzen eten gras? Ja, hoofdzakelijk. Althans, deze ganzen. Ik kijk er een beetje tegenop, moet ik zeggen. Want dat zijn er zoveel. Ja. Dus mijn eerste vraag is meteen. Hoeveel zijn het er? Hoe tel je nou zo'n heel... Ja. Zo'n hele kudde? Ja, hoe noem je het? Een zwerm? Een kudde? Een school? Een groep. Een groep. Ja, dat is helemaal. Dat is niet te doen, toch? Maar het is wel te doen. Ja. Maar je begint aan één kant en dan tel je een stuk of 10 zo. En dat groepje van 10 pas je af op de buren. Dan pas je dat weer af op de volgende naastliggende groep ganzen. Zeggen, nou heb ik er 100. Ja. En als je die 100 hebt, dan pas je die 100 weer af en zo verder. Zullen we nou even... Ik ga tellen. En ik tel. En jij gaat tellen. Ja. Wat maakt dan dat het spotten van vogels zo fantastisch is om te doen? De hobby? Ja. Of is het meer dan een hobby? Nou, nu is het meer dan een hobby, ja. Ja? Ja, ik... Is het nu een passie? Ja. Even kijken. Ja, heb je hem? Ben je er? Allang. 2678 had ik Nou, ik zit lager, duidelijk. Ja. Ik zit ongeveer aan 1500. En waarom, los van het feit dat ik denk dat er meer zijn, maar verder. Maar waarom is het belangrijk om nu te weten dat dit er 1500 zijn? Want omdat, alles wordt bijgehouden. Ja, we noteren dat. En maar dan, op zich kun je daar natuurlijk niks mee. Maar je moet dat langjarig doen. Ja. Je moet ook kijken naar, zijn het meerdere soorten. Dus meten is weten. En zo werkt wetenschap. Het is ongelooflijk. Ik ben helemaal... Zullen we ergens anders naartoe gaan, wat iets rustiger is of zo? Hè? Ja, ik heb het geteld. Even komen er nog meer. Echt niet meer leuk. Oh shit, komen er nog meer. Wegwezen. Jezelf. Want zij twijfelen nog. Ja. Of ze niet een ander plekje zoeken. Ja, maar dat... Of zijn dat weer anderen? Dat zijn kievieten. Echt waar? Die vreten geen gras, hè? Zijn het kievieten? Ja. Ja, toch redelijk wat witte duiven ertussen. Witte. Nou, wie begrijpt ze dan? Of niet? Kijk, wat zie ik? Het zou kunnen. Maar ik zit heel duiven, maar duiven en duiven en kiewiet, dat gaat goed samen. Ja, nee, maar dat zijn geen duiven, dat zijn meeuwen. Nee, dat zei ik. Het zijn kokmeeuwen. Ja, dat bedoel ik. Maar verre familie van in de verte hebben ze wel iets te maken met een duif natuurlijk. Goed, mijn vogelkennis is wat weggezakt. Alois gaat nog even een uilenkast controleren. Op met de uilen. Jazeker. Ja, in ieder geval de woning van de uilen. Ja, nee, ze zijn er niet, denk ik, hè? Nee, nou, we kunnen nog even een poging doen, dan houden we het gat even dicht. Oh. Ja, ik ga nog een keer terugkomen om een keer rustig een heel dagje te kijken. Maar ik moet weer terug. Naar de basis, want er moet nog een hoop gebeuren. En ik heb nog andere gasten, moeten nog een quiz spelen. Maar nu alvast wat dank. Wat we nu hebben, een beetje zeg maar, droog geoefend hebben, dat zou je in het voorjaar moeten meemaken. Want dat is echt hartstikke leuk. Hè? En spotsen. Ja, zeker. Dat komt goed. Oké. Doei. Alois. Jo.